Goedendag, Frankenbank hier. En ik was net mijn Instagram stories aan het lezen en dan doe ik elke dag een Q&A en er kwam een vraag voorbij. Ik denk dat ik wel een leuke video kan maken. De beste spiergroeioefeningen voor langere mensen. Nou, sowieso ga ik je zeggen, als je langer bent, heb je gewoon een groot nadeel. Waarom? Neem jij iemand die 1,50 is en die aan spiermassa doet, die lijkt heel snel op een Michelin mannetje, want hij is zo opgevuld. Er is niet zo heel veel ruimte om te doen. Ben jij 2,10 meter, neem Olivier Richters, die echt heel lang is, die langste jongen van Nederland. Dat duurt best wel lang om daar echt spiermassa te bouwen, want het zijn aanhechtingspunten. De afstand dus is gewoon een stuk groter, dus hij moet behoorlijk wat massa bouwen om dat überhaupt van elkaar te krijgen. Dus de beste oefeningen om dat te doen, zijn de oefeningen waar je de meeste spierpotentie tot groei hebt. Makkelijk Nederlands gezegd, dat zijn de oefeningen waar je de meeste groei van krijgt. En dat zijn oefeningen waarbij je in de lengtepositie traint van een aanhechtingspunt. Dus om een voorbeeld te geven, even mijn telefoon neerleggen. Stel, ga je borst trainen, dat is dus deze hoek. Dus wanneer mijn borstspier, die hecht aan op mijn borst, gaat naar mijn arm toe, op het laagste punt is wanneer hij het meest op stress staat, daar heeft hij de meeste potentie tot groei. Daarin wil je sterk worden. Daarom wordt ook vaak gezegd, focus jezelf op compounds. Neem ik bankdrukken, wat achter me toevallig staat. Bankdrukken is in principe dat je armen laat zakken, kom je op rekpositie. Dat soort oefeningen bouw je veruit het meeste massa op. Ga je heel veel bicep curls doen, kleine oefeningen, daar ga je niet heel veel massa van bouwen. Of heel veel, laat zeggen, fly varianten. Gewoon waar je echt met kabels naar binnen focust, dat zijn die oefeningen waar je mega groot van wordt. Ga eerder focussen op sterk worden, die oefeningen waar je echt op de lengtepositie zit. Met een laag volume mee beginnen en daar gewoon eerst heel veel sterk mee worden. Dan ga je veruit de meeste massa mee bouwen in eerste instantie. Dus de eerste 5, 6, misschien wel 8 jaar van je eigenlijk fase dat je aan het spiergroei bent, zou ik daar voornamelijk op focussen. Dus dan moet je denken inderdaad, dumbbell press voor de borst. Voor je schouder zal je dus inderdaad een dumbbell press of een cable, een lateral raise voor de zijkant van je schouders. Voor je rug ga je waarschijnlijk naar een chin-up met gewicht. Dat zou een fantastische variant zijn. Voor je benen zou je waarschijnlijk bij een Bulgarian split squat uitkomen. Of een hack squat is een hele oefening, goede ervoor. Romanian deadlifts zijn goede oefeningen. Kijk, wat spiegel hebben we nog niet gehad. Nou, triceps zou je bijvoorbeeld een liggende dumbbell tricep extension doen. Dus dat veilig voor je ellebogen. Bicep, incline cable curl. Hele goede oefening daarvoor. Dus dat soort varianten zou ik voor je gaan uitkiezen. Omdat je daar het meeste groei gaat krijgen. Gaat het langer duren dan iemand die wat kleiner is? Absoluut. Want je hebt gewoon veel meer massa te bouwen. Dat is gewoon puur genetica. Dan kun je niet van. Kan je uiteindelijk heel imposant worden? Ja, want als je op een gegeven moment heel groot bent en heel gespierd, dan gaat het wel echt heel groot worden. Maar het is zeker nog wel. Dus dat zijn de beste oefeningen die ik voor jou zou adviseren om massa te bouwen.